bij al je, zeg maar, spirituele aspiraties is er ook altijd een ego wat meegaat op het spirituele pad. In de hoop om, weet je wel, zo snel mogelijk van al je shit af te zijn. En voor altijd gelukkig en leuke relaties te kunnen aangaan. Ja. En dat soort dingen. En dat leer je dus af. Die trucs om er vanaf te komen, die voegen eigenlijk het lijden toe aan de emotie. Mm-hmm. Dus een emotie kunnen ervaren zonder eronder te lijden. Ja. Zonder hem te zijn, maar hem dus wel heel erg te ervaren. Ja. Als een soort pure, soort van pure zuivere energie. Het zijn allemaal verhalen. Mm-hmm. En verhalen zijn nog waar, nog onwaar. Dus waarom hebben we niet meteen dat door? Omdat je het als het ware eerst niet moet doorhebben voordat je het door kunt hebben. Ja. Dus geluk is het ontspannen van het ego. En dat is eigenlijk het hele spirituele pad leert jou om het ego te ontspannen zonder dat je eerst aan voorwaarden moet voldoen. Ja. Het hele ego is dus eigenlijk een verkramping, mm-hmm, die als die zich ontspant geluk oplevert. Zijn. Leuk om ook de atmosfeer te voelen van jouw woning. Het is voor mij wel interessant om te ervaren dat naarmate ik nu vaker, zeg maar, ook naar buiten ga om mensen te spreken, om te merken van ja, iemands huis, dat zegt natuurlijk ook weer veel over iemand. Ja. En ik ben zelf denk ik toch wel een hooggevoelig persoon. En, ja. Ja, met het hier toetreden tot, ik noem het maar even, de woonkamer, gebeurde al meteen iets met mij. En ik dacht van, nee, dat geeft mij al direct een gevoel van, jij practice what you preached. Mm-hmm. Omdat, geeft mij een bepaald gevoel van congruentie. Okay. Wat misschien leuk is om even aan te kaarten, is dat ik inmiddels denk ik al meer dan 100 boeken heb gelezen over spiritualiteit. Mm. Ik denk ook 100 over persoonlijke ontwikkeling. Maar dat het allereerste boek, nadat ik eigenlijk alleen maar cartoons las, dat was het boek Verslaafd aan Liefde. Oh. Ook wel een beetje geboren uit nood. Dus ik had toen mijn eerste relatie en dat is vaak ook meteen de meest intense. En daar refereer je vaak op door als je ouder wordt. Mm-hmm. Dat ging niet zoals ik wou. Afscheid nemen, dat lag niet in mijn bereik. Dus probeerde ik, koste wat het kost, er iets van te maken. En toen reikte mijn moeder het boek Verslaafd aan Liefde aan. Dus zo is dat gestart. Ja. Ik zie dat eigenlijk als een startpunt voor allerlei dingen. Ik bedoel, daarna heb je die 100 spirituele boeken gelezen. Ja, okay. Ja. dus dat was als het ware een startpunt. En toen ben ik zelf verder op zoek gegaan. En ook met verschillende leraren, mentoren gesproken, ook via deze podcast. En zo kwam ik op een gegeven moment uit bij Eelco Smit. En Eelco Smit heb ik gesproken en die heeft een boek en dat heet Boek voor Mannen. En toen ik Eelco iets beter leerde kennen, toen vertelde hij mij dat hij op een gegeven moment een middel had gebruikt. Ik geloof dat het een paddenstoel was. Ja. En dat hij toen in een ervaring kwam, noem het maar egoloosheid. Dus hij kwam in een ervaring van een soort van afstand. Hoor je natuurlijk vaak dat dat een heel fijn gevoel geeft. Maar Eelco zei daarop, geef mij alsjeblieft mijn problemen terug. Ja. En dat is misschien wel een mooi punt om dit gesprek te starten. We houden ons, als we wat verder zijn met spiritualiteit, veel bezig met uitzoomen en observeren en als het ware duiden van wat er gebeurt. Maar is het niet eigenlijk veel leuker om in die speeltuin te zitten, in die achtbaan van allerlei problemen en toestanden? Nou, je vraag impliceert iets wat niet per se spiritueel is. Dus dat uitzoomen en beschouwend zijn ten aanzien van je problemen en
is niet eigenlijk niet dat wat spiritualiteit beoogt, maar is een soort valkuil die zich voordoet bij het proces van overstijgen van je ego. Mm-hmm. En bij het overstijgen van je ego heb je dus een fase waarin je heel erg oefent in het kijken naar je gedachten in plaats van ze te denken, in het kijken naar je gevoelens in plaats van ze te zijn, als het ware. En dat is dat uitzoomen, hè? Waarbij je als het ware probeert je identificatie met je gevoelens en met je gedachtes te verminderen. En als het ware wat meer inderdaad vanaf een afstand te kijken naar gevoelens en gedachtes en naar je egopatronen. Die fase, dat is een soort tussenfase die bedoeld is om die identificatie te verminderen. Maar de valkuil daarbij is dat die de-identificatie ontaardt in dissociatie. Dus dat je als het ware je afsplitst van je pijnlijke gedachten en gevoelens. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een ego-mechanisme, dissociatie. Ook mensen die niet op het spirituele pad zijn, dissociëren heel vaak. Mannen gemiddeld wat vaker dan vrouwen. Eigenlijk een soort van verdringing is het. Wegduwen van nare emoties. En nu zie je dat dus ook gebeuren op het spirituele pad met een soort spiritueel argument. Ik ben aan het kijken naar mijn emoties. Ik ben mijn emoties niet. Ja. Ja, wat op zich waar is natuurlijk. Je bent de waarnemer van je emoties en je bent niet, zeg maar, je bent niet de emotie. Maar als je het gebruikt op deze manier, dan is het in feite ego die probeert af te splitsen van pijnlijke emoties met een soort spiritueel argument. En het nadeel daarvan is inderdaad dat je niet alleen afsplitst van je pijnlijke emoties, maar van al je emoties. En dat je in een soort vlakheid terechtkomt die na een tijdje ook naar zou kunnen worden. In de zin, je ziet dat mensen die zeg maar echt goed zijn in afsplitsen en dissociëren, zie je vaak terechtkomen in zeg maar het opwekken van surrogaatemoties. Zoals je dat kunt doen met hele gevaarlijke sporten. Of met middelen. Ja. Of met zeg maar avontuurlijke seks. Om maar af en toe nog iets te voelen. Ja. Ja? Dus op het spirituele pad merk je soms, en ik krijg dat af en toe ook wel te horen van mensen die dan zeggen van ik ben al een tijdje aan het mediteren. En inderdaad, ik heb eigenlijk veel minder last van mijn problemen en zo. Maar ik heb het gevoel dat het allemaal een beetje vlak is. En ik ben ook niet echt een soort van joyful. En weet je wel, de vreugde van de natuurlijke staat en zo. Zo van, dat heb ik volgens mij niet. Nee, dat zou heel goed kunnen. Dan ben je dus toch een beetje die dissociatievalkuil terechtgekomen. Ja, dus dan heb je de therapeut, hè, en dan heb je de reguliere therapeut die zegt, hier heb je een pot pillen. Dan voelt het allemaal wat minder intens. Ja. En dan heb je de spirituele, soort van doorgewortelde spiritueel die zo ontzettend veel is gemediteerd dat hij als het ware hetzelfde effect bereikt als met zo'n pot met pillen. Ja, ja, dat is dus dat afsplitsing, hè, dat, wat dus op zich niet de bedoeling is van meditatie of van spirituele beoefening, maar wat wel kan voorkomen. Ja. Omdat namelijk bij al je zeg maar spirituele aspiraties is er ook altijd een ego wat meegaat op het spirituele pad in de hoop om, weet je wel, zo snel mogelijk van al je shit af te zijn en voor altijd gelukkig en leuke relaties te kunnen aangaan en dat soort dingen. Ja, en wat is dan de reden om nog wel te mediteren? Want ik weet, als ik kijk naar mijn eigen ervaring, is eerlijkheid dat ik ben begonnen met meditatie om ergens vanaf te komen. Ja, ja. En op het moment dat het volume zachter draaien of het ergens vanaf willen komen, geen reden meer is om te mediteren. Wat blijft er dan nog over om het toch te doen? Want ik weet dat jij dat wel veel doet. Oh, omdat natuurlijk waar het dan wel om gaat, als je, wat ik net zei, van het is een soort doorgangsfase dat je als het ware je even terugtrekt uit die identificatie met. Maar de bedoeling is natuurlijk dat je uiteindelijk ziet dat degene die dan de waarnemer is van de emoties en de emoties zelf, dat die niet twee zijn. Dus dat je je juist heel intens verbindt met je emoties. Ja, maar op een heel andere manier dan ego dat doet. Ego is als het ware zijn emoties. Terwijl iemand met zeg maar enige spirituele ontwikkeling, dus niet afsplitsontwikkeling, maar spirituele ontwikkeling,
die zal die emoties ervaren met nog veel zuiverder en intenser misschien wel dan iemand die gewoon, zeg maar, in zijn ego zit en gewoon baalt van een relatiecrisis of wat dan ook. Omdat die pijnlijke emoties altijd ook vermengd zijn met allerlei trucs om zo snel mogelijk ervan af te komen. En dat leer je dus af, die trucs om ervan af te komen, die voegen eigenlijk het lijden toe aan de emotie. Dus een emotie kunnen ervaren zonder eronder te lijden. Zonder hem te zijn, maar hem dus wel heel erg te ervaren. Als een soort pure, soort van pure zuivere energie. Dat is uiteindelijk. Zou je kunnen zeggen dat het als het ware een dans is tussen de aanschouwer en de rolspeler? Dus dat je dan weer eventjes het intens voelt en dan weer even ziet. Het is niet wie ik werkelijk ben en dat je daarin. Want ik denk dat je zeg maar beter je rol speelt als je doorhebt dat het een rol is. Terwijl ego. Ik maak ook altijd onderscheid tussen ego, het aangeleerde zelfbeeld, en je identificatie met het ego. Natuurlijk, in het begin van ons leven, zeg maar, vallen die samen. Dus er is volledige identificatie met het aangeleerde zelfbeeld. Je hebt dus niet eens door dat er zoiets bestaat als een aangeleerd zelfbeeld, als een ego. Je bent dat gewoon. En dan, meestal doordat dat ego problemen gaat opleveren in je leven, kom je op een of ander pad, soms eerst een psychologisch pad, hè, met therapie en training, en dan eventueel op een spiritueel pad ook, waarbij je als het ware probeert dat uit te zoomen en dat gewaar te zijn van dat hele egospel met zijn hoop en zijn vrees. Dat hele proces. Ik ben even kwijt waarom ik deze zin begon. Ik heb vaker van dit soort blackouts. Ja, goed. Dus waar hadden we het over? Even kijken van het wel of niet spelen van de rol. Ja, de rol. Hè? Dus als je volledig versmolten bent met het ego, dan speel je ook een rol, maar je hebt niet door dat het een rol is. Dus dan ben je gewoon Jan, of hoe heet je ook alweer? Eddie. Dan ben je Eddie, weet je wel, met alle hoop en vrees en zo. Je hebt niet eens door dat dat een soort aangeleerde reflexen zijn die bij het ego horen. Dus dan krijg je dat door, omdat het vaak krijg je het door, vooral die aspecten die dan ellende veroorzaken. Nou, en dan als je dan ook spiritueel beoefening doet, dan ga je ernaar kijken. Probeer je als het ware juist je verzet op te geven. Probeer je dus niet te dissociëren ervan, maar probeer je als het ware liefdevol te omhelzen van die ego-patronen. En wat het jou dan oplevert, is dat je en de rol beter gaat spelen, omdat de sancties verdwijnen. Dus, ik bedoel, als je je ego bent, dan moet je je ego-patronen volgen op straffen van een gevoel van waardeloosheid, misluktheid, wat dan ook. Wat als het ware de kern is van dat aangeleerde zelfbeeld. Je moet elke dag weer opnieuw je dosis liefde en erkenning krijgen. Anders ga je je eenzaam en mislukt voelen. Nu, dat gaat er dus uit steeds meer, dat eenzaam en mislukt voelen. Het gevoel kan zich nog voordoen, maar je herkent meteen, het gaat niet over mij. Weet je wel, het is een aangeleerd gevoel. Nou, ik moet denken aan gisteravond. Dat is misschien een mooie metafoor. Hè? Ik speelde met wat vrienden een bordspel Risk. Ja. Dus het zal niet onbekend zijn. En wat er eigenlijk gebeurt op dat moment is dat eigenlijk alle spelers in een soort hypnose geraken. Dus ik ben rood en ik moet groen verslaan. En ik moet het continent Noord-Amerika. En dan zie je eigenlijk dat in dat spel dat iedereen woest op elkaar kan zijn. Op een niveau dat we dat als het ware de donkerste kant in ons naar boven gaat. En op een gegeven moment is bekend, iemand ligt eruit of is de winnaar. En dan is het alsof je uit die toverspreuk gehaald wordt en dan ben je er weer. Maar dat is een mooie vergelijking. Dat is dus eigenlijk precies wat er gebeurt met ons aangeleerde zelfbeeld en het spel wat we spelen. Maar dat is op dat moment wel inderdaad een keuze van, nou, we kiezen er nu voor, ik ben groen, jij bent rood. En dan ben je dus eigenlijk even uitgezoomd van, we zijn het niet, maar we doen nu even dat dit de spelregels zijn. Ja, maar je weet dus ook dat als er in dat spel, als de emoties echt vervelend worden en iemand zegt dan van, hé jongens, oké, weet je wel, even dimmen, weet je wel, het is een spel, weet je wel. Hetzelfde ook natuurlijk als je in een hele spannende film zit en als de spanning je wat te veel wordt en dan haal je dat soms ook even naar boven of het is een hele walgelijke film, dan heb je zoiets van, waarom kijk ik hiernaar? Ik ga naar huis, weet je wel, of zoiets. Hè? Dus dat eruit kunnen stappen. Maar dat eruit stappen is dus als het ware
heeft die twee verschijningsvormen. Ego wil er soms ook uitstappen, maar dat gaat via afsplitsing. Ja, en eventueel via drugs en andere trucs. Hè? En het, zeg maar, het spirituele eruitstappen is dat je alleen maar de identificatie, als het ware, herkent en loslaat. Ja, dus het ego wil er als het ware vanaf. En het spirituele, die wil het eigenlijk vanaf een andere kant bekijken. Juist, ja. Vanaf een kant bekijken, waardoor die beknelling die ontstaat doordat je niet doorhebt dat het een spel is, door die identificatie, die verdwijnt eruit. De beknellingen verdwijnen eruit, maar het spel gaat door. Ja, en we hebben het nu over rollen. En is er in jouw overtuiging, ik weet dat geloof ook weer een woord is wat niet gebaseerd is op de realiteit, maar goed, dan vraag ik je toch, geloof jij dat ieder mens hier op aarde één rol heeft die moet spelen? Of geloof je dat... Alsof dat een soort van voorbestemde rol zou zijn? Ja. Nee. Nee? Nee, want wie zou dat dan hebben geregeld? Dat suggereert al een soort opperwezen, of het suggereert een soort blauwdruk die er al is, volgens welke al zou moeten verlopen. En nee, daar heb ik niks mee. En waar ontstaat er dan toch die rol? Ik noem het even een archetype, want ja... De rol ontstaat uit wisselwerking van oneindig veel factoren. Hmm. Dus het beeld wat vaak gebruikt wordt is dat van de golf en de oceaan, weet je wel. Een golf lijkt een entiteit te zijn, een soort, heeft een soort vorm die een tijdje als het ware... begint en een tijdje duurt en dan weer verdwijnt. Mm-hmm. En die vorm die relateert zich aan andere vormen en hebben invloed op elkaar. De ene golf kan de andere wegdouwen of vergroten, of golven kunnen samenvloeien of wat dan ook. Yeah. Dat is eigenlijk het hele beeld wat in het boeddhisme geschetst wordt, wat ze interdependence noemen. Dus alles hangt samen met alles en alles beïnvloedt alles. En er is dus niet een soort kern van, zeg maar, Eddie-heid of Jan-heid in mijn geval. Ja. Als die je dan zou kunnen beschouwen als een ziel of als een blauwdruk of als een doel waarom je hier bent of iets dergelijks. Ja. Je zou hooguit kunnen zeggen dat het enige doel wat alle golven hebben is uiteindelijk oplossen in de oceaan en beseffen dat ook als golfje bestaat uit water. Ja. Of het beeld van de rivier, maar alle rivieren komen uit in de oceaan. En dan verliezen ze allemaal hun identiteit, als het ware. Ja. Dus dat is een soort van, er is een soort richting gaande. Lijkt mij ook, als je terugkijkt in de geschiedenis, voor zover we die kennen dan, dat er een soort ontwikkeling is van groei van bewustzijn. Ja. Wat niet meteen betekent dat het ook altijd groei is van vriendelijkheid. Zo, hè? Want periodes van onvriendelijkheid en periodes van vriendelijkheid wisselen elkaar af. Mm-hmm. Maar het lijkt wel of dat toch, als je dat vergelijkt met... Maar ja, goed, dat is misschien ook een beetje mijn beeld, hoor. Maar als je vergelijkt van hoe mensen 1000 jaar geleden met elkaar omgingen. En toen je had nog oorlogen tussen Vierhouten en Nunspeet, bij wijze van spreken. Mm. En later had je nog oorlogen tussen Nederland en Duitsland. En nu heb je nog een beetje een soort van spanningen tussen, weet je wel, westelijk blok en oostelijk blok. En, maar geleidelijk aan gaat dat natuurlijk ook. En daar zie ik wel een soort groei van bewustzijn in. En wordt de oorlog niet steeds individualistischer? Ja, dat is een andere ontwikkeling dan. Maar dan in principe toch veel minder met elkaar de kop inslaan, lijkt mij. Ja, want ik heb hier ook wel eens gezeten met Alex van der Werf van Spiritual Rebel. Daar, die Spiritual Rebels heb ik wel eens van gehoord, ja. Ja, en Alex zegt eigenlijk, als je de oorlog wil stoppen, dan hoef je alleen maar vrede in jezelf te vinden. Ja, uiteraard, ja. Ja, wat niet betekent dat anderen zich dan nog steeds elkaar de kop in kunnen slaan. Maar voor jou is dat dan geen bron van onrust meer. Mm-hmm. Ja. Ik heb hier ook gezeten met Paul Smit. En Paul Smit is van de non-dualiteit. Ja. Misschien ook wel bekend. Ik ken hem, ja. Ja, en Paul die, ik noem het even Advaita wat hij aanhoudt. Ja. Maar daar wordt eigenlijk gezegd van, nou, er is helemaal geen vrije wil. Uh-huh. Het leven gebeurt gewoon. Ja. En alle oorzaken en gevolgen die vinden in hetzelfde moment plaats. Ja. En als we die aanname even doen dat inderdaad zo werkt. Uh-huh. Hoe kan ik of hoe kan iets in mij er dan voor kiezen om bijvoorbeeld vanuit een spiritueel oogpunt te kijken naar mijn rol? Uh-huh.
is dat? Ja, dat is een leuk, dat is een interessant onderwerp, omdat het een soort paradox is die je hier aansnijdt. Dat, kijk, die stelling dat er geen vrije wil is en dat alles gewoon rolt zoals het rolt, zeg maar. Daar ben ik het mee eens. Alleen een onderdeel van dat rollen is ons ego. Ja, dat is een onderdeel van dat hele spel van op elkaar inwerkende invloeden en factoren. Dus dat ego heeft een stellige opvatting dat hij kan kiezen voor... Ja, ik geef altijd maar het voorbeeld van je staat in de supermarkt en je moet nog kiezen wat je gaat eten die avond. En je kan kiezen tussen spruitjes of pasta bijvoorbeeld. Ja. En dan beschouwt dat ego het als zijn vrije keuze. Als je genoeg geld op zak hebt om beide te kunnen kopen en ze liggen er ook allebei, dan voor ego is dat het gevoel dat het een vrijheid is van keuze. Ja, en de, zeg maar, de wetenschappers die beweren dat er geen vrije wil is, die zeggen van ja, maar die keuze is gebaseerd op onbewuste invloeden uit verleden. Alle reclames die je hebt gezien en alle oma's en opa's die jou al eens pasta of spruitjes hebben laten eten. Ja. En al die onbewuste uit het verleden, zeg maar, invloeden, die leiden ertoe dat je in die supermarkt staat en dat je zegt, ik kies voor pasta. Ja. Ja? Dus dat is waar, op dat niveau. Als vrije keuze zou zijn een keuze die niet beïnvloed wordt door het verleden, dan heb ik daar een leuk gedachte-experiment bij. Stel nu dat je in diezelfde supermarkt staat, maar ze hebben alle producten in grijs papier verpakt. En wat erin zit, staat alleen maar erop geschreven in het Chinees. En jij kent geen Chinees. Dat is het moment waarop je niet meer beïnvloed wordt door je verleden. Dat zou dus een moment van vrije keuze zijn. Ja. Ja, dus zie je hoe absurd het is om te zeggen dat er geen vrije keuze is als jij kan kiezen tussen, snap je? Voor het ego is een vrije keuze, is gewoon mogen volgen wat jouw ego je ingeeft. Ja. Maar op het moment dat alles grijs is en Chinees bedrukt, ja, dan heb je dus vrije keuze. Maar dat, dat ervaar je als een onvrijheid. Ja, want je weet niet wat je moet kiezen. Ja. Ja. Dus het hele probleem van vrije wil wordt, zeg maar, er is geen vrije wil op dat metaniveau, maar alleen op dat metaniveau en op het ego-niveau is vrije wil is in overeenstemming kunnen kiezen met de invloeden die jij in het verleden hebt meegemaakt. En als je in de gevangenis zit of in een Chinese winkel, heb je geen vrije wil meer om te kiezen. Dus het punt is dat die keuzes die je in de supermarkt maakt, die zijn weliswaar bepaald door wat je hebt meegemaakt in het verleden. Ja. Maar heel je zelfbeeld is ook bepaald door wat je hebt meegemaakt in het verleden. Dus het zelfbeeld en de keuzes die vanuit het zelfbeeld gemaakt worden, zijn allemaal onderdeel van dat, zeg maar, proces van alles gaat gewoon zoals het gaat en je hebt er geen enkele invloed op. Ja. Maar omdat het ego zelf een onderdeel is van dat hele, zeg maar, proces van je hebt er geen invloed op. En daarbinnen kan hij dus wel kiezen tussen pasta of spruitjes. Ja. En dat ervaren als een vrije wil. Ja. Ja? Dus dat is waarom er een soort de paradox die hier ontstaat. En andere mensen zullen hem bijvoorbeeld gebruiken om, oh, als we dus toch geen vrije wil hebben, dan maakt dus allemaal geen ene flikker meer uit. Ja, dan kan ik net zo goed in mijn bed blijven. Ja, en dan word je dus nihilist. Ja. En de fout die mensen dus maken is om een conclusie die eigenlijk op metaniveau, of je zou kunnen zeggen op spiritueel niveau, geldig is, te vertalen naar, vanuit ons ego als het ware, te zeggen, oh, er is geen vrije wil. Wat kloten, weet je wel. Ik dacht dat ik vrij was om te kiezen en nou zeggen wetenschappers mij dat ik niet vrij ben. En dan kan je dan nog een nare gedachte gaan vinden ook. Ja. Of je wordt heel erg boos en je gaat er tegenin. Ja. Er is wel vrije wil, weet je wel. Ja, en tegelijkertijd kan het ook een bevrijding zijn van, omdat er eigenlijk geen vrije wil is, maakt het ook in positieve zin geen fuck meer uit. Mm-hmm. En dan ben je als het ware een kind wat maar gewoon lekker aan het spelen is. Ja. Dus daar kom je weer op die spirituele dimensie, die ook zegt, hè, in het Advaita noemen ze dat het niet-doenerschap. Hè? Dus dat je ontdekt dat jij niet de denker van je gedachten bent en je bent niet de doener van je handeling.
Je bent de ruimte waarin gedachten opkomen en waarin handelingen plaatsvinden. En gedachten en handelingen beïnvloeden elkaar. En weet je wel, dat hele spel van ego. Dus vindt plaats in een onmetelijke ruimte. En jij bent ruimte. Jij bent dat wat omhelst en weet. Weet en omhelst wat er zich afspeelt daarin. Ja. Dus op dat niveau is er geen doenerschap. Dat is er niet, weet je wel, is er geen, het is moeilijk uitleggen. Het is hetzelfde als van de spiegel, weerspiegelt alles wat er zich ook in weerspiegelt. Spiegel wordt niet vuil van een hoop stront die ervoor ligt, weet je wel. Spiegel wordt niet mooier van een bos bloemen die erin ligt, maar het spiegel is wel dat wat alles ziet en alles omhelst. Dus spiegel heeft geen voorkeur voor, geef mij maar bloemen en geen stront. Weet je wel, dus dat is zeg maar het liefdevolle deel. En het heldere deel is dat überhaupt alles weerspiegeld kan worden. Dus dat staat symbool voor dat gewaarzijn weet wat gedacht en gedaan wordt. En gevoeld en geroken en gezien en wat dan ook, weet je wel. Gewaarzijn is als het ware alwetend. Maar heeft ook geen voorkeur voor het een en afkeur voor het ander. En is dus daarom ook alles omhelzend. Dat is dan in feite het liefdevolle aspect van die natuurlijke staat van zijn. Dus op dat niveau is het helemaal wat Paul zegt en wat dus Advaita zegt, is echt heel helemaal in overeenstemming ook met wat in de hoogste regionen van boeddhisme ook gezegd wordt. Ja. Ik heb een boek gelezen van Jozef Jaworski, dat heet Synchroniciteit. Misschien bekend, misschien niet. Ik ken het woord en ik zou kunnen dat ik het boek boven heb liggen. En niet verder kwam dan hoofdstuk 2 of zoiets. Nou ja, ik kan me goed voorstellen dat zo is. Want de eerste 2 hoofdstukken waren taai en vervelend. Het was namelijk alleen maar een soort contextschets van deze persoon zijn leven. En dat is dan iemand die zoon is van een advocaat die Nixon moet begeleiden in het Watergate-schandaal. Wat natuurlijk al dan als kleine jongen zie je eigenlijk de grote meester-president. Die is de boel aan het bedonderen. En ik heb een geheim en de rest van Amerika weet dat niet. Ja, goed, maar het boek heeft mij heel veel gedaan. Maar het boek beschrijft eigenlijk, als ik het even samenvat, beschrijft eigenlijk dat op het moment dat je in tune bent, dat is natuurlijk ook weer een term, dan komt het leven via jou tot uiting en dan komen er dingen op jouw pad die jou dienen en die de ander dient. Dus dan wordt het leven eigenlijk een soort van aaneenschakeling van overvloed en tot het niveau dat hij op een gegeven moment een vrouw tegenkomt en al bij de eerste ontmoeting merkt, jij bent mijn vrouw. Waarop die vrouw zegt, ja, dat klopt, ik ben inderdaad jouw vrouw. Leuk, ja. Ja, en is synchroniciteit, is dat iets wezenlijks of is dat alleen maar een leuk dingetje om in te geloven, om het leven te romantiseren? Ik denk dat ook hier weer, het is iets wezenlijks op dat ruimere spirituele niveau. En ego maakt er heel graag een romantisch verhaaltje van. Om, weet je wel, omdat je zo blij bent met die vrouw of met de dingen die op je weg komen. En denkt van, dit is voorbestemd of wat dan ook. Hè? Dus dat is mooi. Dzogchen, dat is dat Tibetaans boeddhisme waar ik dan me mee bezig heb gehouden. In Dzogchen maken ze geen onderscheid tussen spirituele verhalen en ego-verhalen. Het zijn allemaal verhalen. En verhalen zijn nog waar, nog onwaar. Het helderste is om te beseffen dat het verhalen zijn. Niettemin, je kan tegelijkertijd blij zijn met een verhaal. En weten dat het een verhaal is. Want ego heeft verhalen nodig. Ego heeft een concept nodig om in te kunnen bewegen. Het hele concept van een soort objectieve werkelijkheid met echte bomen, echte huizen en echte mensen is al zo'n concept wat het ego als het ware nodig heeft om te kunnen relateren, om het spel te kunnen spelen als het ware. Net als dat bordspel Risk. Je doet even, dit is Amerika en dit is, weet je wel, wat dan ook. Je doet even of het echt zo is. Want als je dat niet doet, kan je het spel niet spelen. Nee. Ja? Dus dat is wat verhalen zijn. En het herkennen dat het verhaal zijn, geeft je een soort vrijheid in de verhaalkeuze. Dus het verhaal
oh, mijn ouders hebben mij slecht behandeld en daardoor moet ik heel mijn leven moet ik lijden onder, weet je wel, onder zelfafwijzing en niemand houdt van mij en ik kan geen de relaties aangaan. Dat is een heel naar verhaal. En je moet dus, je kan dus vanuit spirituele visie kan je dat herkennen als een naar verhaal. En gaan kiezen voor een ander verhaal. Ja. Wat overigens niet zo makkelijk is als ze gewoon zeggen... Maar, oké, nu ga ik gewoon denken dat ik een heel gelukkige jeugd heb gehad of zo. Want dat zou dan weer de afsplitsing zijn, de dissociatie. Nee, maar daarin is zo'n verhaal, zoals ik het nu beluister... is het ook bijna een excuus om eigenlijk te kunnen duiden waarom jij je niet goed voelt... Om te kunnen zeggen, ja, want mijn vader die was nog aardig voor mij. Een slachtofferrol, hè? Dat is een verhaal wat jou legitimeert om in een slachtofferrol te blijven. En natuurlijk, en dan kom je op het psychologische vlak of op het, weet je wel, therapeutische vlak. En dan ga je proberen eerst dat verhaal te analyseren. Hè, van wat is er nou precies gebeurd in mijn jeugd? Dan probeer je een verhaal te vinden wat al iets minder, zeg maar, naar is. Want iets van als je dan ineens beseft van, ja, mijn vader was inderdaad... altijd dronken en altijd drift aanvallen... en daardoor voel ik me nu zo onveilig... dan betekent dat al iets vermindering van de beknelling erover. In plaats van dat je dan jezelf een idioot vindt... weet je, oh, dat komt daardoor. Het is niet mijn eigen schuld of wat dan ook. Maar dan ga je verder en weet je wel, werken met je ego. Je ego gaat in therapie, in training, weet je wel. Je gaat oefenen en minder angstig zijn. Dat, en dan komt daar eventueel die spirituele dimensie bij... die ook nog eens ziet van... ja, maar ik ben dat ego helemaal niet. Dus terwijl dat ego in therapie is... om als het ware te werken aan wat voor angsten of beknellingen dan ook... wat heel nuttig kan zijn, tot op zekere hoogte... is het spirituele project, weet je wel, wat jou laat zien... dat het ook dat een onderdeel van het verhaal is, van het spel wat je speelt. Ik zie hier op tafel een boek liggen over Einstein. Ja. En Einstein die zei, de oplossing zit altijd op een andere plek dan het probleem. Ja, hè? Maar eigenlijk zegt de hele reguliere therapie, dus bijvoorbeeld het GGZ... die zegt eigenlijk, nou, we gaan binnen... de plek waar het probleem zit, namelijk dat hoofd en dat ego... daar gaan we ook de oplossing zoeken. Ja. En eerlijk is eerlijk, er is een zekere mate van vooruitgang mogelijk op dat niveau. Een ego wat als het ware een neurotisch of een beknellend automatisme heeft aangeleerd... kan via psychotherapie en training, kan dat, weet je wel. Vroeger was ik echt een soort pure nice guy en nooit... mijn eigen mening durven vertellen tegen iemand die een andere mening had. Mm-hmm. Nooit confronteren, altijd conflicten uit de weg gaan, dat soort dingen. Mm-hmm. En ik heb een tijdje een opleiding gevolgd, wat eigenlijk een opleiding was om met groepen mensen te werken. Mm-hmm. Maar dan leer je ook om mensen feedback te geven die ze misschien niet zo leuk vinden om te horen. Moest je gewoon oefenen, weet je wel. Ja, Allerlei leuke oefeningen waren daarvoor. En de eerste keer deed je dat met trillende knieën en zweet in je handen. Ja. Ging je naar iemand toe en moest je vertellen dat hij een lelijke trui aan had naar jou, in jouw ogen, weet je wel. En dat soort dingen. Ja. Dus je kan dat trainen en liftangst en vliegangst en dat soort dingen. Kun je allemaal met training, kun je daar best een eind in komen. En een gezonder ego ontwikkelen. Alleen dat werkt dan voor tot een bepaald niveau. En wat je nooit met therapie kunt oplossen is bijvoorbeeld angst voor de dood. En ziekte, naderen de dood, ouderdom, aftakeling, relatiecrisis. Dat je kan nog zo psychologisch getraind zijn... maar als je partner waar je jaren mee samen bent geweest... er ineens vandoor gaat, dan heb je daar gewoon pijn van. Ja, ja. Dat, en dan helpt eigenlijk alleen het spirituele project... Mm-hmm. helpt je om daarmee te dealen. Misschien een beetje een opmerkelijke metafoor... maar ik ben van de metaforen, dus ik ga het toch doen. We hebben in het jaar, noem het even 1500... hebben we de overtuiging gehad dat zon om de aarde draait. Ja. Nou, op een gegeven moment kwam de wetenschapper achter dat het in realiteit andersom was. Ja. Nou, dan kun je jezelf afvragen met in- en uitzoomen of het niet allebei waar is vanuit het oog van de kijker. Maar goed, uiteindelijk kun je zeggen, kwamen we erachter dat de werkelijkheid precies andersom was. Misschien zelfs wel met dat de aarde plat was en totdat iemand naar Amerika vaarde en toen bleek het toch niet zo te zijn. Mm-hmm. En dan is eventjes in deze metafoor, die wil ik eigenlijk leggen over dat wij, en dan zeg ik wij, maar de meeste mensen, die ervaren toch het ego en het denken en hun identiteit en hun imago als de werkelijkheid. Mm-hmm.
En dan merk ik bijvoorbeeld ook hier, dus als je de spirituele leer en het spirituele pad gaat bewandelen, dan kom je vaak in eerste instantie tot het inzicht dat het wellicht andersom is. Mm-hmm. Dan ga je dat proberen te integreren. Mm-hmm. Ja, ik zou dan toch zeggen, ik kijk hier om me heen, mooie natuur, mooie plek. Dat de natuur, waarom is die niet wat intelligenter geweest? En heeft die ons niet meteen bij de geboorte al het inzicht gegeven dat het andersom was? Ja. Want waarom moeten wij die ingewikkelde puzzel eigenlijk leggen? Een dier hoeft die puzzel volgens mij niet te leggen. Nee, maar een dier heeft ook niet het vermogen om hem op te lossen. Dus het dier is deel van de puzzel. Ja, het zou willen zijn. Ja. 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 Dus, nee. En die, dat, dus we hebben eigenlijk twee vragen. Waarom zijn we niet van meet af aan allemaal verlicht? En ja. Hoe zit het met dieren? Zijn die dan verlicht? Ja. Dus dat laatste eerst. Nee, dieren zijn niet verlicht, want... hoewel ze inderdaad, omdat ze niet denken en dus ook niet of nauwelijks een zelfbeeld hebben en daardoor dus veel minder lijden ook dan mensen, zijn ze ook niet, hebben ze daar zelf geen weet van. Dus er is niet een soort bewustzijn van die, zeg maar, staat van verbondenheid met de omgeving. Dat hoe dieren één zijn met hun omgeving is dus niet een bewuste eenheid. Nee. Ze zijn als het ware de onderdeel van een beetje ook zoals kleine kinderen. En ook daar maken mensen vaak de vergissing dat ze in kleine kinderen een soort hogere ontwikkeling projecteren die we dan kwijt zouden zijn geraakt. Ja. Door het ontwikkelen van het denken en zo. En natuurlijk, de kleine kindertjes zijn schattig spontaan en kunnen inderdaad het ene moment huilen van verdriet en het volgende moment weer lachen omdat ze iets leuks doen. En dan zeggen wij, oh, wat is dat toch mooi en puur, hè? Ja. Maar ook daar hebben ze zelf geen weet van. Nee. En ze hebben zelf ook geen, ik zou niet zeggen controle, maar zicht erop. In de zin van, ze zijn gewoon speelbal van hun eigen, zeg maar, spontaniteit. Ja. Ja, en dat is waarom kinderen dus ook buitengewoon angstig kunnen zijn als het eventjes niet mee zit allemaal, als de veiligheid wegvalt. Dus kinderen en dieren zijn niet in een hogere staat die we kwijtgeraakt zijn en weer terug moeten vinden. Het hele ego met zijn denkvermogen en zijn aangeleerde zelfbeeld, in feite het kunnen representeren van de werkelijkheid in een mentale constructie. Dat is eigenlijk waar we het over hebben hier. Ja, dat is het vermogen van die voorhoofdskwap immers, die erbij gekomen is, waardoor we dat kunnen. Is onmiskenbaar een hoger stadium van evolutie. Mm-hmm. Ja, dat heeft ons ook ongelooflijk veel voordelen gebracht ten opzichte van al die andere levende wezens die dat representatiesysteem niet of nog niet hebben, namelijk dieren. Ja, we zijn veel beter in het bouwen van huizen en in het voorkomen van ziektes en dat soort dingen. Hè? Dus alleen maar vooruitgang. Alleen tegelijkertijd heeft dat voordeel en nadeel. En dat is dat we zijn gaan geloven dat de representatie van de werkelijkheid is. Mm-hmm. Dus waarom hebben we niet meteen dat door? Omdat je het als het ware eerst niet moet doorhebben voordat je het door kunt hebben. Ja. Het hele instrument waarmee je het door kunt hebben ontwikkelt zich eerst in een niet doorhebben. Ja, in een identificatie met dat, zeg maar, aangeleerde de representatie van de werkelijkheid zien als werkelijkheid is als het ware een onderdeel van die hele ontwikkeling. En dat, pas daarvoorbij zit dat stadium dat je kunt gaan doorkrijgen, oh, maar dit is dus een mentale constructie. Het hele idee dat hier een echt mens zit en dat daar echte gebouwen staan, echte bomen, is een mentale constructie die gelegd is over de pure ervaring, die uitsluitend bestaat uit, zeg maar, verhalen en beelden. Ja, en ik een kleine anekdote uit mijn eigen leven van vorige week, want ik beschouw mezelf als een zeer gelukkige wezen. Maar er is één, noem het maar een horde in mijn leven. We zitten hier ook in de Helden en Hordes podcast. En mijn persoonlijke horde is dat ik vaak zo kan geloven dat ik een bepaalde
ongezondheid heb. Dus bij een griepje denk ik dat ik een ongeneeslijke ziekte heb. Ah, ja, ja, ja. Dat gewoon op dat moment een soort realiteit vormt. Terwijl mijn omgeving vaak ziet, nou, dat zal wel meevallen. Noemen ze het niet hypochonder? Ja, ik ken dat wel. Ik heb het ook een beetje. Ja. Overigens, wat ik me ineens realiseer, het wordt steeds donkerder. Ja. En als je aan het bovenste knopje draait, dan krijgen we iets meer belichting. Hè? Ja. Voor dat cameraatje is dat misschien wel handig. Ja, belichting was toch niet zo heel moeilijk. Ja, maar dit is misschien weer te veel. Ja, dat is ook zo. Zoiets, ja. Ja. Ik moet nog wel iets blijven om te werken aan verlichting. Oké, dus hypochondrie, angsten voor ziektes. Hè? Ja. Ja, en... nou ja, los van dat ik er dus ook de laatste keer weer achter kwam van verdomme, dit was gewoon een hypnose. Ja. En zelfs op het niveau dat ik op een gegeven moment, ik kreeg symptomen. Maar daarna draaide als het ware het ego het volume omhoog van die symptomen. Ja. En kwam ik er op een gegeven moment achter toen de dokters zeiden, nou het was allemaal goed. Dat ook in één keer de symptomen voor een heel groot deel weg waren. Ja. Ja. Dus dat ik tot het niveau van een bepaalde smaak in mijn mond wist te verzinnen dat dat zo was. Ja. En ik denk, wauw, dat is heel interessant dat het brein dat überhaupt kan produceren. Mm-mm. Maar dat is volgens mij, want ik noem het even, omdat het als het ware een soort omgekeerde versie is van gelukkig worden. Want op dat moment, toen kwam ik tot een bepaalde essentie van wat vind ik nou echt belangrijk. En het was letterlijk zo, fuck mijn werk, fuck mijn portemonnee, fuck waar ik woon. Wat ik belangrijk vind, is hier een beetje kunnen rondwandelen op aarde. Een leuke meid aan mijn zij en het is goed. Mm-mm. En toen ik als het ware uit dat beeld verlost werd, toen was ik dolgelukkig. Mm-hmm. Dus wat we vaak horen is gelukkig worden. En nou, dat zit dan vaak in een mooie auto of wat dan ook. Mm-hmm. Maar ik heb het juist ervaren vanuit, er was van alles niet. En daardoor kwam ik erop. Waardoor het eigenlijk alleen maar er zijn mij al heel gelukkig maakt. En in contrast met die week daarvoor, dat je dacht dat je aan de dood gaan was. Ja, exact. Dit is wel een mooi beeld, ja. Dus eigenlijk wat je ziet is wat zeg maar, en dat is typisch wat ego doet. Ego verkrampt in allerlei situaties. Hetzelfde met dat je heel erg verliefd bent op je buurvrouw en het is nog onduidelijk of ze jou wel aardig vindt en zo. Mm. En dan ga je ook heel erg, weet je wel, soort van, komt in een enorm soort hoop en vrees terecht. Ja. Een soort vrees van, als ze nee zegt, dan ben ik gewoon de rest van mijn leven gewoon gefukt, weet je wel. Dat is heel erg, als ze maar ja zegt ook, weet je wel. Stel dat ze dan op een bepaald moment ja zegt, dan gaat dat ego zich ontspannen. Ja. En dan ervaren we geluk. Ja. Dus geluk is het ontspannen van het ego. En dat is eigenlijk het hele spirituele pad leert jou om het ego te ontspannen zonder dat je eerst aan voorwaarden moet voldoen. Ja. Het hele ego is dus eigenlijk een verkramping die als die zich ontspant geluk oplevert. Maar het geluk lijkt dus voort te vloeien uit, in jouw geval, dat je toch je gezondheid hebt behouden. Ja. Of dat je toch die buurvrouw mag beschouwen als jouw partner, weet je wel. En het ego ontspant. Maar wat ervaren we in werkelijkheid, als het ego zich ontspant, ervaren we iets meer de werkelijkheid. Ja. Iets meer wat we dan wel de natuurlijke staat van zijn noemen. Ja. En die is geluk. Ja. Dat als er geen ego, als er geen geloof meer is in ego, dat is geluk, als het ware. Als het ego zich heeft ontspannen. Mm-hmm. Maar zolang je geïdentificeerd bent met je ego, ontspant het ego zich alleen maar als je erin slaagt te voldoen aan een voorwaarde van datzelfde ego. Ja. Dus ego creëert een voorwaarde. Dat moet eerst gebeuren en dan ben ik gelukkig. Ja. Dat is in zichzelf een verkramping. Mm-hmm. Een vorm van beknelling. Mm-hmm. Ja? En dan krijg je het. Ontspant het ego zich. Ervaren we geluk. Maar ook dan denkt het ego onmiddellijk dat geluk, dat komt dus door je gezondheid of door die buurvrouw of wat dan ook. Het was dat ik eigenlijk net voor die periode van griep, want dat was het waarschijnlijk, was ik niet per se heel gelukkig. Mm-hmm. Maar na die uitslag van de dokter en na het wegappen van mijn griep, was ik heel gelukkig met datgene waar ik 2 weken daarvoor helemaal niet zo blij mee was. Ja, ja. Dus er ontstond ineens een... Er was eerst verkramping en daarna was een ontspanning van die verkramping. Ja. En dat voelde als geluk. Dus, maar tegelijkertijd, na een paar weken is dat gezond zijn maar weer heel normaal. En levert het je niet dat blijvende geluk op. Omdat ego alweer nieuwe projectjes heeft waar het aan moet voldoen om zich weer goed te kunnen voelen. Hè? Dus dat is een
een soort van constante rat race. Hè? Ja. En zo, dat die malle molas waarvan je loopt en daardoor beweegt het. Ja. En omdat het beweegt moet je blijven lopen. Ja. Ja, dus het is een zichzelf in stand houdende vicieuze cirkel. Dat je alsmaar moet voldoen aan voorwaarden buiten jou om je goed te voelen. Ja, en wat ik mij dan afvroeg, ik heb jou wel eens horen zeggen, op het moment dat je wil groeien en eigenlijk uit die verkramping wil komen, voor sommige mensen geldt dan dat je een bepaalde terminale ziekte moet krijgen of een erge ziekte die niet per se terminaal is, om tot het inzicht te komen dat je niet gelukkig hoeft te zijn onder bepaalde voorwaarden of... En nu zegt ook de wetenschap, als je iemand een bril geeft, dan kan je simuleren dat hij in een achtbaan zit. Het lijf denkt dan werkelijk dat hij naar beneden gaat. Hij voelt ook dat gevoel in zijn buik. En toen dacht ik bij mezelf van, en dat is misschien ook weer mijn hypochonderbrein die dat dan kiest voor een soort makkelijke weg. Maar moeten wij allemaal echt ziek worden en partners verliezen? Of kunnen we dat bijvoorbeeld met technologie ook gewoon simuleren? Waardoor we het als het ware al doormaken en dan hoeven we er niet aan dood te gaan. Want de technologie is slim genoeg om ons bepaalde dingen te laten denken. Ja. Alleen... Je zou zeggen van oké, stel dat je zet een virtueel soort apparaat op, waardoor je als het ware werkelijk je heel erg verlaten en eenzaam en mislukt gaat voelen. Ja. En daar moet je dan tegelijkertijd weer, zeg maar, de technieken die je hebt geleerd in je meditatie, dat liefdevol aanwezig blijven, gewaar zijn, verbinden met de lichamelijke sensatie van je pijnlijke emotie, niet geloven in het verhaal wat erbij komt van dat je een waardeloze sukkel bent en zo. Dat ze al die instructies ga je dan toepassen terwijl je in die lijden simulator zit. Ja. Ja. Nou, want dat lijkt me dan... Ja. Het punt is nu natuurlijk alleen, je hebt één voordeel dan. Je weet dat je in een simulator zit. Dus er is al één gedachte die je gelooft. Het is niet echt waar. En het punt is natuurlijk, het is niet echt waar, is nou precies, zeg maar, de gedachte die je moet zien te ontwikkelen, zonder dat je, terwijl je gelooft dat het wel echt waar is, namelijk terwijl je gelooft dat je partner wel jou in de steek laat, en gelooft dat je wel een echte ziekte hebt. Niet alleen gelooft dat je een echte ziekte hebt, maar dat de artsen het al hebben geconstateerd. Je hebt op dit moment een ernstige ziekte. Ja. Dat en dan dat hele verhaal van, ik ben gefukt en ik ga dood en ik ben eenzaam en ik ben mislukt. En dat dan herkennen als een verhaal wat niet werkelijk waar is. Ja. En niet werkelijk waar in de betekenis van geen betrekking hebbend op wie je werkelijk bent. Ja, en dan... Maar alleen betrekking hebbend op de rol die je speelt en het voertuig wat je gebruikt om die rol te spelen. Ja, Paul Smit die noemt dat het geloven in Sinterklaas. Want als je eenmaal hebt gezien dat hij niet bestaat, dan kun je er ook nooit meer in geloven. Ja. Als een soort verlichting van, is dat zo? Of kan ik bij wijze van spreken nu zien, het is helemaal niet waar dat ik zo ziek ben. En dat ik dan toch volgend jaar weer diezelfde hypnose krijg, dat ik toch weer denk dat ik ziek ben. Dus eigenlijk is mijn onderliggende vraag, kunnen wij eigenlijk als wij bewuster worden en meer spiritueel ontwikkelen en misschien zelfs verlicht raken, kunnen we dan ook weer devalueren? Dus zouden we ook weer minder bewust kunnen worden? Of minder spiritueel kunnen worden? Zou dat kunnen? Nee, dat geloof ik niet, nee. Ik geloof niet. Ik geloof wel dat je, zeg maar, op het pad, op het spirituele pad, waarbij je enigszins, zeg maar, vorderingen hebt gemaakt in het vriendelijk aanwezig blijven bij de gebruikelijke narigheden. En dan kun je wel denken van, ik ben nu wel aardig, heb het wel aardig voor elkaar nu spiritueel. En er kan morgen iets gebeuren waardoor je totaal onderuit gaat. Ja. Maar dan nog geloof ik niet dat niveau van gewaarzijn wat je dan op dat moment hebt, dat kan verminderen. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Geloof je dat de uitdagingen groter worden? Ik geloof wel dat de uitdagingen kunnen groter worden, waardoor je als het ware wel even totaal onderuit gaat, maar dan is er wel gewaarzijn van dat onderuitgaan.
dan is er wel al een soort besef van, oh, kijk, Mino is volledig weer even meegesleurd worden in deze nare situatie. Ja. Dat tenminste, dat is waar ik mezelf ongeveer in herken. In een soort van, oké, weet je wel, de wat minder heftige emoties, daar kan ik al aardig vriendelijk bij blijven en dan lossen ze vrij snel op. Mm-hmm. Maar ik kan helemaal niet uitsluiten dat er in mijn leven nog dingen gaan gebeuren. Gewoon bijvoorbeeld al omdat ze nog nooit eerder gebeurd zijn. Ja. Ja, zoals terminale ziektes en naderende dood. En eventueel terechtkomen in een oorlogssituatie. Ja. Door welke rare kronkel van het lot in een Zuid-Amerikaanse gevangenis terechtkomen. Ik noem maar wat gruwelijke dingen, weet je wel. Ja. Dan denk ik dat je gewoon heel erg lijdt. Mm-hmm. Dus dat je dan niet, zeg maar, een soort van, oh, maar dit is, weet je wel, een soort van, ik besta helemaal niet, dus ik heb nergens last van. Zo, dat geloof ik dan niet. Maar ik kan me voorstellen, hè, dat mensen dan, ik wou bijna zeggen bewust, ervoor kiezen om niet het spirituele pad te bewandelen. Omdat je eigenlijk, net zoals een topsporter, hoe beter die wordt, hoe grotere opponenten hij krijgt. Dus eigenlijk hoe groter ook de hordes worden. Oh, maar dat is een soort magisch denken, hè? Een soort magisch verhaal. Net als van hoe verder je komt op het spirituele pad, hoe groter het lijden is wat je tegenkomt. Waarom zou dat zo moeten zijn? Nou ja, ik denk eerder hoe minder spiritueel ontwikkeld je bent, hoe groter het lijden is wat je tegenkomt. Ja. En net zolang totdat je doorkrijgt dat lijden geen soort van pech is, wat gewoon, weet je wel, kloten is en vermeden had moeten worden. Maar dat lijden gewoon de manier is om. Ja. Om te groeien. Ja, want magische verhalen. Ik denk dan even aan bijvoorbeeld The Lord of the Rings. Ja. Eigenlijk, die jongen die dan vanuit een stukje dapperheid en een stukje liefde die ring in die vulkaan wil gooien. Nou eigenlijk, hoe groter zijn commitment wordt, hoe groter het lijden. In ieder geval in die film, hè? Ja. Dus ik zeg niet dat het een weerspiegeling is van de werkelijkheid. Ja. Maar dat zie je misschien zelfs wel ook bij het Bijbelverhaal van Jezus. Ja. Dus. Ja, maar tegelijkertijd, dat is een soort van, dan, als je ziet dat, zeg maar, hoogontwikkelde spirituele wezens ook een hele moeilijke periode hebben gehad in hun leven. Zoals Byron Katie ook bijvoorbeeld zwaar depressief was en jarenlang, zeg maar, zichzelf totaal de grond inboorde. Dan kan je natuurlijk, dan is dat oké, weet je wel. En daarna kwam ze op een of andere manier in een soort helderheid terecht. En daar is ze kennelijk nooit meer uitgekomen. Ja. Ja. Als je dan gaat zeggen, oh, maar als ik dus me spiritueel ga ontwikkelen, dan moet ik ook dat soort shit doormaken. Dat is eigenlijk hier een soort oorzaak en gevolg omdraaien. Hè? Ja. Ik ken een mooi voorbeeld van, ik ben even zijn naam kwijt, maar die zei van, oké, iemand die goed gegeten heeft, die laat soms een paar boertjes, weet je, soort van, weet je wel, ja. Oké, dus nu gaan we mensen die honger hebben, gaan we leren om boertjes te laten. Weet je wel, doe maar, weet je wel, oefen maar elke dag in boertjes laten. En dan, want dat is een symptoom van veel gegeten hebben. Ja, ja, ja. En dan ben je van je hongerprobleem af. Ja. En dat is wat vaak natuurlijk ook op spirituele pad gebeurt. Als je ziet dat hoogontwikkelde wezens minder last hebben van of meer liefdevol zijn. En dan ga je heel erg je best doen om minder last te hebben van. En dan ga je heel erg je best doen om liefdevoller te zijn. Ja, ja. Maar dat is allemaal ego die als het ware gedrag probeert na te bootsen. En op die manier dan probeert een realisatie te bereiken. Die als het ware, als die werkelijk bereikt wordt, ook wel dat gedrag tentoonspreidt. Maar door het gedrag te kopiëren en menen dat je daardoor de realisatie bereikt, is ook een beetje alsof je boertjes laten om van je honger af te komen. Ja, ik vind dat wel een mooi bruggetje. Zo rollen we eigenlijk alweer een beetje richting de afronding van deze podcast. Maar deze podcast heet dus Helden en Hordes. En hordes had ik gedefinieerd als een obstakel. Want dat is de woordenboekdefinitie van een horde. Maar de definitie blijkt tweeledig. Dus het staat ook voor, de horde is de massa. En dat is, staat dus eigenlijk, staat het voor iedereen, de horde, die misschien het anders over jou denkt. Of een bepaalde bekritisering heeft over jou. En in dit voorbeeld, en dan ben je inderdaad bijvoorbeeld een gevorderd spiritueel leraar, dan verwacht misschien ook de massa van jou dat jij altijd toonaangevend bent en altijd uitstraalt dat je met jezelf in het reine bent. Ja. En dan komt misschien ook die verkramping van shit, hoe hou ik dit vol? Ja. Is dat, als ik het even op jouzelf betrek, ik denk dat jij hier in Nederland
Misschien ook omdat je wat hebt gepionierd. Je bent misschien met bepaalde onderwerpen een van de eerste geweest die dat grootschalig heeft verspreid door middel van je boeken. Heb je daarin ook last gehad of ervaren dat er naast een stroming van, ik noem het maar even volgers, dat er ook een stroming kwam van mensen die eigenlijk het maar een beetje kulverhalen vonden en jou eigenlijk een beetje bekritiseerden? Mm-hmm. Dat je bij wijze van spreken op een verjaardag bent waar je altijd al kwam en in één keer denken de mensen, nou die Jan, dat is wel een beetje een raar ventje geworden. Oh ja, ja. Nee. Ik dacht eigenlijk dat je vraag een heel andere richting opging. Maar dit, nee, ik heb daar niet zoveel last van. Van wat andere mensen vinden van mij. Mm-hmm. Dus ook niet het feit dat ik kom meestal in aanraking met mensen die mij beschouwen als een soort spirituele leraar. Yeah. En waar ze dan lessen bij komen volgen. En ook daar heb ik niet zoveel last van. Mm-hmm. En het soort last wat ik natuurlijk wel ken, is dat op het moment dat je dan weer zelf in je eigen privéleven iets moeilijks meemaakt en ego de neiging heeft om zichzelf daarover af te wijzen, ja, er nog een extra stok is om mezelf af te wijzen, en het is nou, leg je verdomme aan andere mensen uit hoe ze relaties moeten aangaan. Ja, ja. En je eigen relatie loopt stuk, weet je wel, dat soort van. Ja. Dan is het dus een extra zelfafwijzing. Maar tegelijkertijd is er voldoende spirituele ontwikkeling inmiddels in mij ontstaan om dat weer te herkennen als ego's tendens om elke stok die je kan krijgen, weet je wel, te gebruiken om jezelf af te wijzen. En elke zelfafwijzing een vergissing is. Ja, want er zijn mensen die zeggen, je moet practice what you preached. Dus je moet. Ja, maar je moet, wat je preached hier is dat je niks moet. Dat is wat je preached. Dus dat je moet practice what you preached is dus een soort van paradoxaal, soort contradictie. Ja. Ja, dat je moet. Natuurlijk is het wel heel. Ik bedoel, je zal vermoedelijk geen meditatiecursus gaan volgen bij iemand die bekend staat als lustmoordenaar, om maar eens extreems te noemen. Ja. Dus je wil kennelijk wel, maar dat is ook op ego-niveau uiteraard. En wat we natuurlijk heel vaak zien ook is, en bijvoorbeeld met mijn eigen Tibetaanse leraar, die jarenlang enorm, zeg maar, aanbeden is door zijn volgelingen en die dus op een bepaald moment ontmaskerd werd door een klein clubje volgelingen als zijnde ook iemand die misbruik maakt van vrouwelijke studenten. Ja, ja. Ja, en voor sommige mensen valt zo'n man dan totaal van zijn voetstuk. Ja. Hebben ze alle devotie veranderd in aversie. Mm-hmm. Ze voelen zich ook slachtoffer van dat misbruik. Ook al worden ze zelf niet zelf misbruikt, dan voelen ze zich evengoed nog slachtoffer van zo'n leraar. Ja. Dus dan zie je dus dat. Hoe kwam ik op dit onderwerp? Nou ja, dat eigenlijk het congruent leven aan wat je ook uitdraagt. Ja, maar tegelijkertijd, ik heb zelf totaal geen moeite met dat. Ik was wel even geschokt van dat hij, weet je wel, hoe die met zijn vrouwelijke studenten omging. Ik dacht altijd nog, vanuit de buitenkant gezien, had ik altijd wel het idee van, oké, hij had altijd leuke jonge vrouwen om zich heen, maar dat in ieder geval op basis van vrijwilligheid was. En dan, toen bleek dat hij dus mensen, die vrouwen echt ook, zeg maar, manipuleerde. Mm-hmm. Met veel dreiging ook, met van, als je niet doet wat ik zeg, dan kom je in de hel en dat soort dingen. Natuurlijk, die vrouwen zijn daar zelf in zekere zin mede verantwoordelijk voor, want hoe kan je zoiets geloven? Weet je wel, dat je in de hel komt als je niet met je leraar naar bed gaat. Dat is druist tegen elke spirituele opvatting in. Als het ware. Maar goed, niettemin vind ik niet dat je dat mag doen. Je mag dat niet gebruiken om vrouwen bij jou in bed te krijgen. Dus in dat opzicht was ik wel enigszins geschokt dat dat aan het licht kwam. Ja. En denk van, jeetje, weet je wel. Maar tegelijkertijd, ik heb zoveel aan hem gehad en dat verdwijnt dan niet ineens. Nee, want dat doet me heel erg denken aan wat natuurlijk een jaar of wat geleden, dat hele MeToo-verhaal. Dat begon, geloof ik, met Kevin Spacey, die acteur in die Netflix-serie zat en dan een aantal mensen schijnbaar had aangerand. Ja. Maar ja, ik had zelf ook het gevoel van de rol die hij speelt als acteur, en misschien zelfs wel mede daardoor, omdat hij ook een beetje een badass was in de serie,
ja, er wordt in ieder geval niks afgedaan aan de kwaliteit van die serie. Aan die rol, hè? Ja. Door wat hij privé had gedaan. Ja, ja. En toen zei iemand tegen mij, dat vond ik een mooie quote, don't invalidate the message because of the messenger. Ja. Ja, en het grappige, in het boeddhisme wordt dat er gewoon ook, zijn een aantal regels van ga niet in op de persoonlijkheid van je leraar, maar wat op die te vertellen heeft. Ja. En dan ga niet in op de woorden, maar op de betekenis van de woorden. Ja, en dan ga niet in op de voorlopige betekenis, maar op de definitieve betekenis, die je pas kunt achterhalen na wat langer te contempleren. Ja, dus dat wordt allemaal, wordt dat erbij verteld ook. Ja. Dus, afijn, dus zo zie je dat wat mensen van je vinden, is altijd hun projectie. Ja. En ik heb dus niet zo'n last meer van... Ik krijg natuurlijk wel eens hele lovende mailtjes en reacties. En dat vind ik eigenlijk best wel vertederend. Dat mensen dan... Want wat ze laten zien is hun enthousiasme. Hun blijheid over iets, weet je wel. Over, en dan gaat het waarschijnlijk niet over dat ik er zo leuk uitzie, maar over wat ik vertel of schrijf. Mm-hmm. Nu, en dat is niet van mij. Dat komt gewoon komt door mij heen. Ja. En ik schrijf het op een leuke manier op. En dus dat maakt gewoon dat ik... Dat blijft niet plakken, als het ware. Mm-hmm. Dat ego als een soort sneeuwbal waar telkens nieuwe sneeuw aan vastplakt en alsmaar groter wordt naarmate je ouder wordt. Dit plakt niet meer dan. Hè? Nee. Maar ook niet het negatieve. En natuurlijk, ik maak het sowieso niet zoveel mee, maar heel af en toe wijst iemand mij dan op van daar is een website en daar word je helemaal door het slijk gehaald. En dan ga ik wel kijken op zo'n website. En inderdaad, dan in mijn eerste reactie is dan ook inderdaad gekwetstheid. Mm-hmm. En een soort boosheid, soort van hoe kan je nou toch zo stom zijn dat je dat op deze manier interpreteert en zo, weet je wel. Mm-hmm. En dan ga ik daar natuurlijk naar kijken van wat grappig dat mijn ego zich aangevallen voelt en zich meteen wil verdedigen en zo. En dat doe ik dan natuurlijk niet. Ja. Dan blijf ik er eerst gewoon naar kijken en mee zitten als het ware van wat grappig hoe dat werkt. En dan lost het ook weer op. En dan... Ja. En, maar ik heb weinig gelegenheid om daarmee te oefenen, want ik hoor dat soort dingen dus bijna nooit. Nee. Ah, en het zou ook kunnen dat noemen ze dan selectieve perceptie, dat je het als het ware niet ziet, omdat er een bepaald vertrouwen is en omdat je focus is op de inhoud. En kijk, ik kan me voorstellen, als je heel onzeker bent, dan ga je misschien ook op zoek. Dan ga je op zoek naar die dingen. Ja. Nee, dat is waar. Dat doe ik ook niet. Ik ga ook niet op Facebook kijken wat er allemaal gezegd wordt op mij, over mij of op YouTube of zo. Nee. Ja, we zijn tegen het einde van dit gesprek. Wat toch over die hordes? Dat kwam ineens in me op omdat je het over hordes had. Er is een prachtige uitspraak in het boeddhisme die zegt, er zijn geen obstakels op het pad. Obstakels zijn het pad, hè? En dat is dus eigenlijk dat van hordes kan je ook vertalen in lijden, weet je wel, beknellingen, lijden. En dan lijden is voor de meeste mensen hun belangrijkste spirituele leraar. Dus het is het lijden wat ons bewust maakt. Ja. En ons helpt het lijden te overstijgen. Ja, dat vind ik leuk, want er wordt vaak een woordspeling gemaakt, lijden met een lange of een korte ei. Uh-huh. En dan is lijden met een lange ei natuurlijk staat voor pijn. Ja. En lijden met een korte ei staat voor innerlijk leiderschap. Ja, zoiets. Ja. Maar eigenlijk uit deze quote blijkt dat het allebei hetzelfde is. Misschien wel. Ja, lijden is een soort illusie die zeg maar zich telkens moet afspelen totdat je hem doorziet. En dat is weer dat beroemde voorbeeld van het touw en de slang. Hè? Je ziet een slang in je huis liggen waar in werkelijkheid een stuk touw ligt. Mm. En je durft je huis niet in, omdat je denkt dat daar een slang ligt. Ja. Dus je moet telkens opnieuw, moet je als het ware gaan kijken, is het werkelijk een slang? Totdat je ziet, hé, het is geen slang, het is een touw. Ja. Ja, dus de slang is hier een metafoor voor lijden, maar tegelijkertijd ook voor het touw wat wordt aangezien voor een slang. Ja? Dus het lijden is in werkelijkheid geen lijden. En moet dus iedere keer ervaren worden, totdat je doorkrijgt dat het niet is wat het lijkt. Ja. Hoe deze afleveringen altijd afsluit, dat is met een vraag. Ik heb bij jou een iets meer genuanceerde versie daarvan. Normaal gesproken zou ik vragen, als er een heel groot gebouw langs de snelweg zou staan, waarin mensen allemaal met de file daar voorbij komen, dan zit er een groot billboard of een grote poster op dat gebouw. En daar staat eigenlijk één advies of tip naar alle mensen die in de file voorbij tuffen en met een slakkengangetje daar langskomen. Uh-huh. Dan zou ik je willen vragen, wat staat er op dat bord? Maar ik heb nog een kleine toevoeging. En dat is namelijk, zeker nu, en dat was afgelopen maand ook veel in bijvoorbeeld De Wereld Draait Door, met colleges over de toekomst, waarin we eigenlijk met technologie
bijvoorbeeld medische problemen misschien wel volledig kunnen uitbannen. Dus ziektes en zo, dat soort dingen. En dan hebben we natuurlijk de mobieltjes en de social media die ons natuurlijk op een bepaalde manier dienen, maar ons ook enorm afleiden. Dan is eigenlijk mijn vraag van, welk advies zou je de mensen, ik noem het even de mensen van de toekomst willen geven, om toch die rust te bewaren? Want volgens mij is het steeds makkelijker om de, om de onrust op te zoeken. Misschien is dat nee, ook nee, dat geloof ik niet. Nee, de onrust is er al van alle tijden. De onrust door de identificatie met je gedachten. Natuurlijk, het levenstempo was vroeger lager, alles was rustiger. Maar voor die mensen was dat niet een soort van, oh, wat hebben wij een lekker rustig leven. Want je hebt geen vergelijk. Ja. Dus wij leven in onze tijd. En als ik kijk naar de kinderen van nu, de pubers van nu, weet je wel, met al die ongelooflijke informatie die ze de hele tijd... Weet je wel, dan denk ik ook van, wat hebben die het moeilijk? He, ik had het in mijn jeugd nog makkelijker, want ik ging elke middag ging ik op een boerderij spelen. Weet je wel, wat een prachtige jeugd. Maar tegelijkertijd, die kinderen van nu zouden zich waarschijnlijk te pletter vervelen in een koeienstal. En we hebben gewoon hun eigen... Dus je kan dat niet vergelijken. Dus ik heb sowieso nooit de neiging ook om advies te geven. Als ongevraagd advies. Dus dat zou zo'n bord langs de snelweg zou een soort ongevraagd advies zijn. Ja. Ja, dus daar heb ik ook niet zo'n behoefte aan. Ik zou eerder iets grappigs zetten op zo'n bord. Als het een bord is langs een file, dan zou ik van haast je niet of zoiets. Terwijl mensen daar stap voor stap dan stap weg, stap voortkruipen. Een soort iets van de humor. Ja, en ook, daar zit misschien weer de ommekeer in. Dus het is ook weer een soort omdenken wat... Maar dat is misschien nog wel... Dus geen adviezen tenzij iemand erom vraagt. Dat is het mooie van een boek schrijven. Het legt in de boekhandel, maar het wordt gekocht door iemand die het wil weten. Anders niet. Hè? Dus hetzelfde met YouTube-filmpjes. Ja. Dat is leuk om dingen te vertellen. En niemand hoeft ernaar te luisteren. En dan is misschien een afsluitende op dit onderwerp. Hoe verhoud je je dan tot bijvoorbeeld... er wordt wel gezegd dat Facebook zo ontworpen wordt de makers die hebben een doel om jou zo lang mogelijk daar te houden. Dus ze proberen je met allerlei prikkels, geluidjes en symbooltjes en gerichte informatie de hele tijd op dat netwerk. En ik kan me voorstellen dat er dan een groter appel wordt gedaan op jou, op dat uitchecken van ik ga nu even kijken hoe gaat het met mij, wat gebeurt er in mij. Ja. Is het daardoor niet... Je bedoelt dat het moeilijker is, die rustmomenten te creëren. Ja. Is dat zo? Ja, misschien wel. Maar tegelijkertijd, wat ik net al zei, van die zuigende werking van Facebook, dat appelleren op al die ego-dingetjes, waardoor je wel, zeg maar, iedere keer toch weer gaat kijken en iedere keer toch weer gaat liken en geliked wil worden en zo. Het is eigenlijk helemaal het egospel ten voeten uit. Ja. Maar tegelijkertijd, elk nadeel is een voordeel, weet je wel. Elk lijden is een ingang naar groei. Dus ook hier komen mensen misschien juist daardoor ergens op een punt dat ze helemaal bekneld raken in dat elke avond weer moeten kijken of je wel voldoende geliked bent die dag. En dan ergens op het punt komen dat ze zeggen van getver, dat zou een bijzonder moment zijn. En ook als mensen dan zeg maar op een of andere manier spiritueel zeg maar geïnspireerd raken en vinden dat het misschien wel goed is om een paar keer per dag even te gaan zitten en alles uit te zetten en alleen maar contact met jezelf te hebben, dan is dat wat moeilijker. Je moet meer dingen uitzetten om contact met jezelf, maar tegelijkertijd levert het dan ook wat meer op. Want juist omdat je er meer moeite voor moet doen, levert het wat meer op. Dus de commitment is misschien wat hoger. Dus je kan eigenlijk niet vergelijken. Dit is gewoon zoals het is. Hè? En je kan ook niet ontkennen dat met de opkomst van internet ook een enorme opkomst is van spirituele interesse en mogelijkheden en informatie is allemaal totaal toegankelijk. Er is enorm veel afleiding, maar er is ook enorm veel essentie te vinden op internet. Ja, want je haalde net zelf de spiegel aan die eigenlijk blanco is en die weerspiegelt alleen wat er gebeurt.
En misschien is Facebook ook wel die spiegel. Nou ja, Facebook zelf niet, omdat maar internet, zeg maar, internet als geheel. Ja, ja. Waarop, zeg maar, ego-zuigende dingen gebeuren, ja. Maar ook ego-verhelderende dingen te vinden zijn. Ja. 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 Jan, we zitten nu aan een ruim uurtje. Ik wil hem daarmee afronden. Ja, ik wil prima. Je hartelijk danken. Zoals gebruikelijk zal ik verwijzen. Ik denk gewoon naar jangeurts.nl. Mm-hmm. Misschien is er iets in het bijzonder waar je naar wil verwijzen. Nee, op de website staan mijn cursussen, jaarcursussen en workshops en retraites en dat soort dingen. Als mensen mm-hmm. daar interesse in hebben, kunnen ze daar alle informatie vinden. Ja. Yes, nog even afsluitend voor de luisteraar. Als je over deze aflevering wil meepraten, dan zijn ook wij te vinden op social media. Hashtag Helden en Hordes kan je via Twitter of Instagram gebruiken om reacties of aanvullingen op deze aflevering te geven. Deze aflevering die verschijnt tegenwoordig dus ook op YouTube. Ik denk dat het een bijzondere aflevering is, omdat het op een gegeven moment wat donkerder werd. Mm-hmm. Dus past misschien wel mooi bij de tijd van het jaar. Ja. Nogmaals, hartelijk dank Jan. Ik vond het erg inspirerend. En ik had nooit geweten dat toen ik die jonge jongen was, die zo'n ingewikkeld boek van zijn moeder kreeg, dat ik dan toch x aantal jaar later face-to-face zou wat zitten leuk, met, ja. Met Jan. Ja. Ja, dankjewel. Dus groeten aan je moeder. Ja, ga ik zeker doen.